naam is Hans Schuurmans. Ik ben CEO van Skillstaan. Wij zijn een online opleider die dagelijks bezig is om medewerkers, professionals beter te laten presteren. Dat trachten wij te doen op een effectieve, toegankelijke en leuke manier. Als je kijkt, 2020 was natuurlijk een ontzettend bijzonder jaar. Volledig gedomineerd door corona. En ik kan me nog herinneren de eerste persconferentie. En wat we eigenlijk hebben gekregen is een jaar van versnelling. Het is natuurlijk een jaar van heel veel onzekerheden, maar ook een jaar van versnelling. Want wat we zien is dat we eigenlijk van een offline maatschappij gegaan zijn. Echt in één maand naar een online maatschappij. En eigenlijk waar we nu zitten, een jaar, anderhalf jaar later, is dat we nu weer gaan naar een hybride. Kijk je vanuit onze organisatie Skillstaan, dan zie je natuurlijk dat wij als online opleider hebben gemerkt dat er vier keer zoveel werd geleerd online erin. Dat mensen veel meer het belang zagen inderdaad om te leren en te ontwikkelen. En dat ook organisaties het hebben omarmd. Natuurlijk was klassikaal leren een hele tijd niet mogelijk. Maar we zagen natuurlijk de effectiviteit dat je op ieder moment zelf met een opleiding, met een training kon beginnen erin. En als je kijkt, hoe hebben wij daar nog verder op ingespeeld op het coronajaar? We zijn echt bezig gegaan met oplossingen voor corona te maken. Dat kan gaan, hoe ga je om met hygiëne binnen corona? Maar ook, hoe ga ik optimaal met een Microsoft Teams werken? Of hoe ga ik leiding geven op afstand? Allemaal vraagstukken die voor corona misschien wel belangrijk waren, maar eigenlijk niet zo belangrijk om je extra in te investeren. En nu konden we niet anders en we moesten gaan schakelen met z'n allen. En dat hebben we massaal gedaan. Een mooie leervorm is natuurlijk e-learning. Waar je vroeger klassikaal zet, heb je nu met e-learning allerlei mooie mogelijkheden. Ook met een stukje games, met een stukje quizzes erin, maar op allerlei andere manieren met leuke interactieve video's om kennis over te dragen. Een andere populaire vorm is ook de webinar. Ook webinars zijn heel erg interactief. Je kunt kijken, je kunt er ook polsen, kun je er ook in gebruiken. Maar op dat moment is nog steeds een docent die daar ook de hoofdrol in kan spelen. En een van de laatste populairste vormen zijn de podcast. In Nederland zijn podcasts sowieso al heel erg populair. Maar we zien ook voor leren en ontwikkelen dat een podcast heel laagdrempelig is. Zeker in de tijden, in de jaren dat nu corona is, zien we dat veel mensen ook gaan wandelen, zetten oortjes in en luisteren een podcast. En terwijl je lekker actief bezig bent, kun jij inderdaad met jouw podcast kun jij extra kennis opdoen. En zo hebben we als Skillstaan eigenlijk heel veel verschillende leervormen. Het COP heeft heel veel kennis over het duurzaam maken van medewerkers. Heeft heel veel ook insightkennis. En wat wij gaan kijken is, hoe kunnen wij die kennis ook weer overdragen op professionals. Dat doen we in onze eigen studio's, maar we werken ook samen, bijvoorbeeld in de studio van COP zelf erin. We hebben een leerplatform die ook weer door COP wordt gebruikt. En zo delen wij onze kennis om uiteindelijk te kijken als doelstelling, hoe kunnen wij de medewerker zorgen dat hij zichzelf continu verbetert. Op ieder moment, op iedere plaats erin. En we zitten nu weer in een volgende fase. Want we gingen natuurlijk van even het offline naar het online naartoe. Maar online heeft veel voordelen, ook nadelen. En we gaan dadelijk naar een mooie omgeving. Dat wordt de hybride omgeving. Dat betekent dat we niet meer allemaal continu op kantoor zullen zijn. Maar ook vanuit huis zullen blijven werken. Maar het zal een hybride worden. We zullen offline en online gaan combineren. Het beste van de twee werelden. Daar staan we voor. En daar gaan we kijken, ook met het CAP-OP, hoe we dat op een optimale manier kunnen invullen. Hoe we die kennis daarover kunnen delen, hoe we mensen kunnen trainen om dat succes te bereiken.